Het schaatsseizoen zit er bijna op. Ook schaatsgroep De Krassenknarren kwam deze week voor het laatst bij elkaar. Hoe lang schaats jij al bij De Krassenknarren? Nou, 40 jaar nou, hè. Dus het schiet lekker op. Maar ja, met de mede, dus kijk, met de steun van mijn schaatsvriendin. Die is altijd vreselijk gemotiveerd en enthousiast. En met De Krassenknarren, hè. Dus dat is leuk, de leuke praatjes. Eerst altijd les genomen, 's morgens. Nou, dat was heel leuk, maar de dames die lieten het allemaal afweten. En dat is jammer. Dus we waren nog met z'n tweeën op de baan. En hebben we een telletje gekocht. En zijn we zelf maar bezig gegaan. En toen ineens, toen kwamen er allemaal mannen. Nou ja, die gingen voor zichzelf rijden. En zo langzamerhand werd het een beetje een hechte groep. Nou, dat was heel leuk hoor. En zo is dit nou gekomen allemaal. Bert, het was alweer de laatste schaatsdag van het jaar voor jullie. Ja, het zit er weer op hier in Leiden. Dat, zondag dan sluit de baan, maar ja, de dinsdag en donderdagochtend ploeg die rond heeft zien rijden. Dat is klaar nu. En het was een mooi moment om weer allerlei cadeaus en bedankjes uit te delen. Ja, dus, het is sinds een jaar of 10 dat we deze afsluiting op die manier hebben. De ijsmeester en de vrijwilligers in het zonnetje zetten. En nou ja, goed, wat gekkigheidjes om het seizoen leuk af te sluiten. We hebben voor zover ik weet 82 plussers. Nou ja, goed, het is uniek, denk ik, dat je op deze leeftijd nog behoorlijk goed kan schaatsen. En het is wachten op de nieuwe ijshal. Die wordt notabene gebouwd naast mijn woning. Dus ik heb al gezegd tegen verschillende mensen van de gemeente. Jullie moeten wel een beetje opschieten hoor. Want anders dan moet ik met de rollator er naartoe. We zijn Krassenknarren. Nou, het is eigenlijk een heel vrijblijvende groep. In die zin van iedereen kan er zich erbij aansluiten. Dus, we hebben geen ballotagecommissie of zo. Dat, Nou, de Krassenknarren zeggen ze. Maar gewoon sportieve mannen. Ja, en er is maar één vrouw die meerijdt en ik rijd nou achteraan. Want ik kan de snelheid niet meer bijhouden. Hè? Dus, en we doen maar wat. En is de één, Bert Breed. Die geeft dan een beetje les. Van dan gaat dit gebeuren en dan gaat dat gebeuren. Nou, en dat is heel leuk. En dan na die tijd, wie tijd heeft, gaat even koffie drinken. En hoe vaak doen jullie dit? 2 keer in de week. Dinsdags en donderdagsochtends. En wat is er nou zo leuk aan De Krassenknarren? Het schaatsen zelf, het samen schaatsen, de leuke gesprekken. He, als je ze, ja, een beetje moeilijk zit, he, want je hebt wel eens tegenslag. Nou, dan een arm om je heen en een praatje, je kunt je hart luchten. Ze leven mee met lief en leed, dus dat is heel leuk. Dus dat heb je nodig. Ja, het is gewoon een gezellige groep. Ja, er worden altijd geintjes uitgehaald. Het is niet alleen serieus sporten, dat gebeurt ook. Maar ja, de geintjes tussendoor die horen er ook bij. En nou ja, goed, na afloop gaan we meestal met een groep van mannen, 15 hierboven nog wat drinken. Ja, vandaag is het echt dat iedereen er is. Dus ja, het is een hele aardige club bij elkaar. Ja, schaatsen is gewoon hartstikke leuk. Het is een hele sociale sport. Het is een gezellige sport. Ja, het zijn over het algemeen prima mensen. Er zijn heel veel manieren om je als schaatser voor te bereiden. Het zijn mensen die veel gaan hardlopen. Er zijn vrij veel mensen die gaan wielrennen. Er is een groep die gaat skileren. Er is een groep die aan droogtraining doet. Ja, en dan nog alle mengvormen die erin zitten. Je basisconditie wordt daardoor heel hoog. En dan kun je het gewoon heel lang volhouden, ook met schaatsen. En nu lekker taart eten ter ere van jouw verjaardag. Ja, zo is dat. Ja hoor, dat gaan we doen. Hè?